Hoe is het? Het is leuk om hier te zijn. Leuk om je te ontmoeten. Het Oranje Fonds heeft dit project benoemd tot Soldaat van Oranje. Een prijs die we uitloven samen met de musical Soldaat van Oranje. Voor jonge mensen die zich inzetten om de Nederlandse samenleving te verbeteren. Zullen we echt maar niet verder blokkeren? Zo, waar mag ik beginnen? En waarom komt de koning daar dan naartoe? Nou, omdat dit een project is waar studenten worden ingezet om eenzaamheid bij ouderen te helpen bestrijden. Op een manier waar die ouderen heel veel aan heeft, maar waar ook de student weer aan heeft. Want die leert ook weer, krijgt ook weer wat terug van zijn contact met die ouderen. Ik ben er erg blij mee. Mm-hmm. Het is eigenlijk voor mij een soort kleindochter. Ja. En je hebt ook een doel, of wat na een jaar moet bereikt moet worden? Begrepen jullie wat het doel was? Wat is het doel van u als koppel? Ja, wij hebben niet zo'n heel uitgesproken doel, moet ik heel eerlijk zeggen. Het doel normaal is dat de eenzaamheid wat minder wordt door te veel dingen te gaan doen. U wist niet dat de koning kwam, hè? Nee. Wat was u dan verteld? Dat de burgemeester kwam. De burgemeester zou komen. Ja, ik werd er wel een beetje zenuwachtig van, hoor. Ja. Maar wel heel leuk. Ja, superleuke verrassing. Ja. Hoe vond u hem? Geweldig. Gewoon. Geweldig. Leuk. Ja. Ja, zoals ik hem ken, zou ik haar zeggen. Ik ken hem niet, maar ik bedoel, je ziet ze toch op tv en alle mogelijke dingen toe. Dus eigenlijk is hij bekend. We hadden gewoon een goed, leuk gesprek met iedereen. En toen het gesprek ging, toen was het allemaal prima. Maar toen hij binnenkwam, dacht ik wel even, oh, daar heb je hem dan. Ja. Ja, de burgemeester van Amsterdam, die zou komen. Maar die Spijt me zeer. Een goede vervanger, nee, maar ik had wel heel goed. Had u een paar vragen voor een paar gratis activiteiten? Nee, want dat hebben ze heel goed. De gemeente Amsterdam die heeft een culturele agenda. En dat is heel uitgebreid. En je kunt aanklikken, gratis activiteiten. Want ja, wat Luis al zei, hij heeft het geld niet. En ja, ik kan natuurlijk ook niet alles betalen. Maar er zijn een heleboel gratis activiteiten in Amsterdam. Je moet gewoon op tijd moeten rust nemen. Maar is het een rustprobleem of op een gegeven moment ook een angst om naar buiten te komen? Nee, ik heb geen angst om naar buiten te komen. Net een. Okay. De koning en de koningin zijn beschermheer en beschermvrouw van het Oranje Fonds. Het is hun huwelijkscadeau geweest. Ze zien het echt als hun fonds. En ze willen zoveel mogelijk het land in. Soms maar een kort bezoekje. Dit is een bezoekje van een uur. Het hoeft allemaal niet zo heel groot te zijn. Om bij gewone mensen te horen wat er nou gebeurt als je investeert in de verbetering van je leven. Dat wordt echt prachtig. Ja. Heel veel sterkte ermee. Veel plezier. Dank u wel. Dank u wel. Hier gaat nog naar beneden. Dank u wel. Heel veel sterkte. Dank je.